Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 3. Goedemorgen, ik zit in het nieuwe soort van gamekamertje wat ik zelf bedacht heb bij Nikki. En ik heb zo slecht geslapen. Mijn keel doet echt super veel zeer. Ik ben mega misselijk. Ik ben echt heel erg bang dat ik ziek aan het worden ben. Dus ik hoop dat dat niet het geval zal zijn. Dat dat weggaat. Het stinkt hier een beetje in deze kamer. Dat komt omdat mijn kast heeft natuurlijk heel lang in de opslag gestaan. En er zit gewoon een geur aan die opslag. Het is een beetje muffig. Het ruikt naar muffe verbouwing. En ik vind verbouwinggeur al best wel lekker. Want mijn vader mijn vader is bouwvakker. En die, ja, ons huis vroeger was altijd in verbouwing. Niet dat storend was of zo. Maar ik vind die geur van verbouwing gewoon lekker of zo. Maar deze kast ruikt naar muffe verbouwing. We hebben best een drukke planning vandaag. Dus ik ga maar meteen beginnen. Ik zit nog in mijn pyjama. Ik heb altijd dit soort shirtjes als pyjama aan. Ik heb een kaars neergezet. Deze, Leaves. Dat is een van mijn favorieten. Ik ga hem zo aansteken. En ik ga hier ook zitten werken op mijn laptop. Hopelijk gaat dat die geur hier een beetje weg. Oh, en dan word ik hopelijk ook wat minder misselijk. Ik heb echt het idee dat ik moet overgeven gewoon. Wat heel raar is. Maar goed. Nikki moest om 6 uur eruit. En ik ben er gewoon mee uitgegaan omdat ik me niet lekker voelde. Ik lag gewoon niet lekker. Dus ik ben op de bank gaan liggen. Ik heb Zoella's Vlogmas gekeken. Toch wel echt heel leuk. Ik hou van Vlogmas. De eerste Vlogmas is vandaag op om 5 uur. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat iedereen ervan vindt. Ik vind het zelf heel erg leuk. En ik ben ook best wel blij met de intro. Die heb ik gisteravond gemaakt. Dus ja, weet je, voor de tijd die ik had ervoor is het best leuk. Dat kan natuurlijk veel uitgebreider en fancier. Maar goed, ik ben geen YouTuber. Ik ben natuurlijk een streamer. Dus we roeien maar gewoon even met de riemen die we hebben. Maar voordat ik... Ja, ik zit weer een heel eind te lullen in de verte. Ik ga video's editen en ik ga wat facturen sturen. En saai. Ik zie jullie later. Zo, ik heb een video online gezet en zo. Ik ga denk ik mijn Vlogmas in première doen. Dus dat je al de hele... Oh, sorry, ik voel me echt heel slecht. Dat je de hele dag al kan zien dat hij om 5 uur live is. En dat je dan om 5 uur allemaal samen kan kijken als je dat leuk vindt. En je kunt hem altijd later nog kijken. Oh, ik ben zo misselijk, hè. Ik zat net al boven de wc. Maar ik hoefde niet over te geven. Maar wel zo kokhalzen. Maar ik heb dan nooit honger. Maar er zit niks in mijn lichaam. Dus dan krijg je alleen maar, word je misselijker nog. Huh. Het leven gaat niet over roosjes vandaag. Ik ga even wat eten maken. Ik dacht, ik neem jullie gewoon weer mee. Normaal eet ik altijd best gezond 's ochtends. Ik neem altijd havermout met uienpoeder en zo. Maar als ik niet lekker ben, ik weet niet wat het is bij mij, maar dan kan ik ook echt niet normaal eten of zo. Dus we eten vandaag lekker een boterhammetje met kipsaté. En nu ga ik weer verder met al mijn social media inplannen dat er een vlog komt om 5 uur. Superleuk. Ga ik nu doen. En eten. Njam. Tijdens het editen van mijn vlogs zat ik te denken. Ik heb eigenlijk helemaal niet heel veel kerstige dingen in mijn vlogs nog gedaan. Vorig jaar was ik meteen 1 december kerstbomen opzetten en zo. Nu heb ik echt geen tijd gehad. Ja, ik heb wel tijd gehad. Maar ik heb eigenlijk nog geen zin gehad eigenlijk, denk ik, om de kerstbomen op te zetten. Ik vind het soort van toch iets leuker om de kerstbomen op te zetten als Sinterklaas het land uit is. We gaan dit jaar niet echt Sinterklaas vieren.
net als ieder jaar vier ik niet echt Sinterklaas. Maar toch wel, ik koop altijd voor de hele familie cadeautjes. En we kijken met z'n allen een film en we... sorry, ik voel me niet zo lekker. We kijken met z'n allen een film en we eten met z'n allen. Dus dat is hartstikke gezellig. Dus ik ga dat gewoon dit jaar weer doen. En dan heb ik het, dan wil ik daarna pas in de kerstsfeer komen. Ik vind kerst super leuk, maar ik kan echt niet het hele jaar kerst. Na kerst ben ik ook best wel snel dat ik denk, kerst over. Laten we ook gewoon alles uit huis doen wat met kerst te maken heeft. Dus ik heb vaak met oud en nieuw al mijn kerstboom weer weg. Dus ik dacht, misschien moet ik hem dan iets later opzetten dit keer. Dat ik hem wat langer wil houden. Maar goed, dat gaan we zien. wat wilde ik nog meer vertellen? Oh ja, misschien is het ook wel leuk om even te vertellen wat ik vandaag allemaal ga doen. Naast dat ik alle saaie dingen eigenlijk gedaan heb. Facturen sturen, mails sturen, saai. Ga ik dadelijk een video opnemen. Eentje die al heel lang in mijn hoofd zit. Dat is namelijk hoeveel verschillende leggings ik heb verzameld in de jaren. Gym leggings en dan try-on ook. Dat is best een editwerk en filmwerk. Dus daar moet ik even de tijd voor nemen. Ik weet niet of ik er tijd voor heb. Denk het wel. En daarna ga ik naar Den Bosch met de vriendin shoppen met Merle. Ga ik Merle eerst ophalen in Tiel. En dan rijden we door naar Den Bosch. En dan vanavond streamen. Dus ik heb een drukke dag voor de boeg. Maar ik heb er wel zin in. Zo, ik heb me eventjes wat feestelijker aangekleed voor vandaag. Voel me nog steeds verschrikkelijk. Echt gewoon dat ik denk, ik moet bijna overgeven. Maar dat negeer ik gewoon. En ik dacht, ik doe make-up op, dan heb ik het niet door. Ik vind dit wel een mooi moment om even de video op te nemen. Voor de gym leggings. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga al mijn gym leggings verzamelen bij elkaar. En dan ga ik ze maar eens eventjes beoordelen allemaal. Maar dat ga ik met mijn nieuwe camera doen. Dus ik zie jullie na de video. Oh wow, die video heeft echt heel veel geheugen gekost. Dus ik heb van alles er alweer af moeten gooien om dit weer te kunnen opnemen. Ik heb een klein clipje met mijn telefoon gemaakt. Die ga ik 100% vergeten erin te stoppen. En nu ben ik even deze mes aan het opruimen. Het was best wel een teringzooi met 20 gym leggings all over the place. Ik ga die video gebruiken als ik een keer niet aan een video toekom om te schieten. Als ik bijvoorbeeld een hele dag ga streamen. Dat is super saai om te vloggen. Dus dan gebruik ik die video. Dus dan komt er toch een video, ook al is het dan geen vlog. Mustay. Zoveel. Of misschien als ik in het vliegtuig zit of zo. Ik moet even kijken. Maar het wordt in ieder geval een top video. Nu ga ik mijn spullen bij elkaar pakken. Ja, dit opruimen. Spullen bij elkaar pakken. En naar Den Bosch met Merle. Ik ben nu aangekomen bij Merle. Ik wou trouwens nog, ik zat te rijden en ik dacht, oh, ik heb helemaal niet gezegd dat ik helemaal niet meer zo misselijk ben. Misselijkheid is best wel over, dus dat is echt top. Dus nu kan ik gewoon lekker shoppen. Ik denk dat het alleen in de ochtend is geweest. Het is niet anders, maar we hebben het overleefd weer. Dus tijd om naar binnen te gaan bij Merle. Ongemakkelijk om met mensen erbij te vloggen. Echt? Ja, echt. Ik ben met Merle, jongens. En Merle, dat was eigenlijk altijd mijn sportmaat, maar we hebben niet vaak gesport. Ja, we sporten allebei nog wel, maar niet samen. Nee. Sport je veel nog? Minder dan eerst, toch? Nee, vijf keer. Oh, ja, kijk. Daarom is Merle zo in shape en ik niet. Maar ja, we gaan naar Den Bosch. We zijn best laat, 1:30 in Den Bosch. Nou ja, goed. Speedshoppen. Heb je iets nodig? Loodje voor mijn broertje. Oh ja, voor je broertje. Ik heb helemaal niks nodig. Maar ik heb wel mezelf loon gegeven. Dus nu kan ik wel heel veel uitgeven. En dat is altijd slecht. Je kunt beter naar de stad gaan als je weinig uit... Nee, want dan ga ik ook veel uitgeven. Terwijl als ik niks op mijn rekening heb, dan ja, ga ik gewoon een beetje kijken. Window shoppen. Kijken niet kopen, maar dat is ook niet leuk. Nee. Nou, ik ga even kijken. Ik wil misschien wel truien. Van die wollen truien. Want ik heb alleen maar van die sweater truien. Ja, weet je wat ik bedoel? Ja, van die wollen oversized dingen. Ja, die moet ik hebben. Ja. Ik moet iets met lange mouwen hebben. Oké, nou, zie je? We moeten wel wat dingen hebben. En we hebben daar, ja, tot 6 of zo zijn ze open. Nou, we gaan het zien.
Ik ben nu bij mijn ouders, want ik ga hier eten en daarna streamen. En we eten spinazie en dat is echt een van mijn favoriete eten. Wil je op het vlog, pap? Nee. Deze trui heb ik gekocht, maar ik vind dat hij op beeld niet zo overkomt als in het echt. Hij ziet echt nog leuker. Maatje M had ik een keer voor de verandering, omdat hij vrij kort was. En dat vond ik wel heel kort. En M was iets langer. Zo, ik ben even naar Nicky gereden. Ik was bij mijn ouders thuis. Volgens mij heb ik mijn make-up al verhaald. Ja, zo ziet het er wel uit. Dat is toch raar? Ik weet het niet meer. Dat is echt... Dat is gewoon poef uit mijn gezicht. Maar ik heb het gedaan... Oh, hallo. Ja, dank je. Ja, ik heb het dus blijkbaar gedaan. Maar ik kan me niet meer herinneren dat ik het gedaan heb. Mijn make-up is eraf. Er zat ook wel een hoop op, moet ik zeggen hoor. Maar wat ik wilde vertellen... Mijn ouders wonen in Wamel. Dat is in het land van Maas en Waal. Dat zit dus... Tussen de rivieren, tussen Maas en Waal. Dat is nog net geen Brabant, maar Gelderland-Zuid. Nicky woont boven de Waal, is een overwaalse. Ja, we kunnen er veel goeds over zeggen of niet. Nee, grapje. Maakt helemaal niks uit. Maar, moraal van dit verhaal. Ik vind het altijd zo... Iemand heeft me dat ooit verteld, dat het door de rivieren dat dat invloed heeft of het regent of niet. Maar altijd, als ik Wamel, is het gewoon lekker weer... Altijd, hele jaar door. Lekker weer in Wamel. Zodra ik die brug overga, en het is gewoon, als ik op de brug rij, hè, dan regent het. Altijd. Als het dan regenachtig weer is, hè. Wamel droog. Zodra ik op de brug ben, helse stormen. Maar echt. En dan ben je die brug af, dan is het wel weer wat minder. Het is altijd wat minder lekker weer aan de overkant van de Waal. For some reason. Maar ja, dat heb ik, dat ervaar ik in ieder geval zo. Dat ik dat waarneem. Iedere keer. Ik ga er ook op letten. Dus hetzelfde. Oh ja. Mensen die zeggen dan. Die willen een espresso. En die zeggen dan. Expresso. Want ze denken dat er een X in dat woord zit. Wat er niet zit. Maar ze zeggen dat wel zo. Als je daarop gaat letten. Je hoort nooit meer iets anders. Heel vervelend. Goed. Ik ga naar binnen. Als jullie het niet erg vinden. Sorry, ze hebben een heel leuk verhaal te vertellen. Oh yes, ze hebben kerstbomen neergezet. De lampjes zijn niet aan. Ik weet niet waarom niet. Maar ik vind het al hartstikke leuk dat er kerstbomen staan. En aan de overkant... We zijn er weer. Heerlijk. Het is echt fijn om hier bij Nicky te zijn. Dat klinkt als Sinterklaas schijpje. Maar het ruikt hier zo lekker. Naar Nicky ruikt het. Ik was voor mijn ouders. Er zijn gewoon soms dingen in mijn leven die wil ik niet online delen. Die kan ik niet online delen. En ja, soms is dat wel een beetje lastig zoals vanavond. Dan kan ik niet streamen en dan kan ik niet zeggen waarom niet. En dan kan ik dat ook niet zeggen in mijn vlog. En dan baal ik daar gewoon van. Oh ja, ik heb trouwens mijn pyjama al aan. Want die had ik aangetrokken bij mijn ouders. En die zat zo lekker... Dat ik nu mijn pyjama top gewoon casual op mijn gewone spijkerbroek draag. Moet kunnen. Ja, dus er zijn sommige dingen die ik niet kan delen op het internet. En hoewel ik dat wel heel graag zou willen delen. Omdat ik eigenlijk alles bijna deel. Maar af en toe kan het niet. En vanavond was zo'n avond. En ik dacht, weet je, ik ga dat gewoon maar noemen even een keer in de vlog. Want ik stream voornamelijk de hele dag. En verder... Leg ik vast op YouTube wat ik doe. En anders wel op Instagram of Snapchat of net wat. Of ik ben echt uit mijn neus aan het eten. En dat vind ik heel onsmakelijk om te delen. Maar als ik dat niet aan doen, dan ben ik ook echt dingen aan het doen die ik niet kan delen. Ja, en ik dacht, ik ga dat gewoon een keer zeggen in mijn vloggie. Weet je, het lijkt allemaal koek en ei, maar dat is het niet altijd. Het is wel leuk. Ik heb een superleuk leven. Maar er zijn ook dingen die niet leuk zijn. En dat hoort bij het leven, denk ik. En af en toe word je geconfronteerd door het leven. En dan moet je even een stapje terugnemen en even rustig aan doen. En dat heb ik vanavond gedaan. En nu ben ik eventjes dus de lichten aan het aandoen. Zodat het voelt als een huis als je binnenkomt. Als een thuis voor Nicky.
Want het regent. En dan vind ik, hij komt altijd achterlangs. Omdat hij komt altijd de achterdeur. Dus dan doe ik alvast de achterdeur voor hem open. Dan staat hij niet in de regen de goede sleutel te zoeken. Want dan doe ik dat gewoon al binnen. Kijk, dat zijn de kleine dingen die het leven leuk maken voor iedereen, hè. Oké, dit is mijn stulpje. Dit is mijn hok. Hier word ik heel vrolijk van. Ja. Wil ik nog iets nuttigs vertellen? Waarschijnlijk niet. Ik ga even de vlog proberen te starten met editen. Van gisteren. Die jullie dus vandaag zien. Morgen. Ik weet niet. Het vlogmes haalt altijd mijn hele ritme door de war. Zo, close-upje. Ik ben weer 3,5 minuut onzin aan het vertellen volgens mij. Ik ga er een einde aan breien. Dit is trouwens een Harry Potter pyjama. Quidditch team captain. Nou, we weten allemaal wel dat ik dat niet zal zijn. Ik heb wel die test gedaan en ik kom altijd bij Gryffindor uit. Dus ik denk dat ik wel een doorgewinterde Gryffindorder ben. Wat zijn jullie? Ik heb zo weinig gestreamd vandaag. Ja, ik heb niet gestreamd. Dat merk je, want ik praat een beetje veel. Iets anders. Welk huis in de Harry Potter quiz zit jij in? Heb je hem al gedaan? Je kunt hem doen op Pottermore. En laat me weten in de comments welke jij bent. Ik ben dus een Gryffindor. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben schijnbaar braaf. Braaf. Ik wou braaf zeggen. Maar dat is niet brave. Maar ik blijk brave te zijn. Dapper. Dappere meid met die ja. Dus. Laat dat even weten. Ik beloof je dat er meer kerst gaat komen in de aankomende tijd. Ja, ik zit nog niet helemaal in de kerstvibe. Dus we zijn nu... na de Sinterklaas dan prepare yourself. Prepare yourself for some kerstballen en feestelijke dingen, muziekjes en zo. Dankjewel voor het kijken. Sorry dat ik weer zo ontiegelijk lang aan het kletsen ben. Ik beloof je dat ik dat blijf doen. Want anders kom ik nooit in die 20 minuten vlogs die jullie zo graag willen. Dankjewel voor het kijken. Ik vond het weer een hele mooie dag. Ik heb het hartstikke gezellig gehad met Merle. Ik heb heerlijk gechilled thuis. En verder ja, kan ik er niet veel over kwijt. Maar het was in ieder geval best een leuke dag. Overall. Dankjewel voor het kijken. Geef het een duim omhoog. Dankjewel dat je naar de première kijkt. Ik zit waarschijnlijk daar in de chat te zeggen. Oh, vergeet niet te liken en te commenten. Doen. Leuk. En abonneren. We hebben bijna die 3000. Daar gaan we voor. Deel het aan je vrienden. En tot morgen.